Hallo, ik ben Menno van Maltv Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over onderzoek en conclusie. In deze video bespreek ik een aantal begrippen die te maken hebben met het doen van onderzoek. En van ieder begrip bespreek ik steeds een voorbeeld. Het gaat in deze video dus over het doen van onderzoek. En onderzoek wordt vaak gedaan door onderzoeksbureaus. Een onderzoeksbureau gaat gegevens verzamelen en dat kan op twee verschillende manieren. Je kunt gebruik maken van een telling of je kunt gebruik maken van een steekproef. Nou, dit zijn dus de twee manieren om gegevens te verzamelen en die gaan we nu even uitgebreid bespreken. We beginnen met een telling. Nou, bij een telling ga je gewoon letterlijk tellen hoeveel er van iets zijn. Dus stel je wil iets weten over hoeveel leerlingen zitten er in Nederland in klas 3 van het VMBO. Nou, dan ga je gewoon letterlijk tellen hoeveel leerlingen dat zijn. Dus je gaat naar alle scholen in Nederland toe. En dan vraag je hoeveel leerlingen zitten in de derde van het VMBO. Al die leerlingen tel je bij elkaar op en dan heb je het antwoord gevonden. Zo werkt dus een telling, maar je kunt je vast wel voorstellen dat zo'n telling heel veel werk is. En daarom is een telling eigenlijk niet zo handig. Het is daarom veel handiger om gebruik te maken van die andere manier, en dat is een steekproef. Een steekproef is wel een stuk ingewikkelder en die zal ik even wat uitgebreider uitleggen. Stel je voor je wil iets weten over wat jongeren in Nederland vinden van Snapchat. Nou, je wilde natuurlijk het liefst alle jongeren in Nederland iets vragen over Snapchat. Maar ja, dat is heel veel werk. Dus je gaat niet aan alle jongeren in Nederland vragen stellen. Wat ga je dan doen? Nou, uit alle jongeren kies je een kleiner groepje jongeren. En dat kleinere groepje ga je daadwerkelijk ondervragen. Dus, <coughs> en dat kleinere groepje ga je daadwerkelijk ondervragen. Dus, uit die grote groep haal je een kleine groep. En als je dat doet, dan ben je bezig met een steekproef. Bij een steekproef ga je dus niet de hele groep ondervragen, maar kies je uit die hele groep een wat kleinere groep. En die kleine groep die noem je de steekproef. Nou, je weet nu een beetje wat een steekproef is, maar zo'n steekproef heeft wel een heel groot nadeel. Want een steekproef moet representatief zijn. En dat betekent dat de steekproef wel echt iets moet zeggen over de hele groep. Dus als jij iets wil onderzoeken dat voor alle jongeren in Nederland moet gelden. Dan moet je er wel voor zorgen dat alle verschillende jongeren in die groep vertegenwoordigd zijn. Je moet dan dus wel uit iedere jongerengroep een aantal mensen ondervragen. En nu wordt het dus ingewikkeld. Want je moet dan wel rekening houden met de volgende dingen. Je moet bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je in je steekproef zowel jongens als meisjes hebt. En je moet er ook voor zorgen dat in jouw steekproef diverse leeftijden zitten. Dus je moet niet alleen mensen van 12 ondervragen, maar bijvoorbeeld ook mensen van 14 en 18. Nou, verder moet je ook rekening houden met waar iemand woont, dus ondervraag ook mensen uit alle verschillende provincies. Je kunt bijvoorbeeld ook rekening houden met iemands achtergrond. En zo zijn er nog veel meer dingen waar je rekening mee moet houden als je een steekproef gaat doen. Dat maakt een steekproef dus echt ingewikkeld en dat is dus een heel groot nadeel van een steekproef. Nou, als je een telling en een steekproef hebt gedaan, dan heb je dus de resultaten van je onderzoek gevonden en dan kun je conclusies trekken. En conclusies, dat zijn eigenlijk gewoon de dingen die uit jouw onderzoek komen. Nou, aan de hand van de conclusies neem je de beslissing en bepaal je wat je nu in de toekomst met die resultaten gaat doen. En dit zijn dus de begrippen die horen bij het doen van onderzoek. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug. Bij de volgende video van Malt met Menno.